Welkom allemaal bij het webinar CO2 neutraal ontwerp en circulair ontwerpen van de serie De Toekomst is Hybride. Dit is een webinar georganiseerd door de Dutch Green Building Council, DGBC, en de BNA Academie. Dit is een samenwerking die we ook doen in de Dutch Green Building Week. Een onderdeel van een groter programma waar allerlei activiteiten aan verbonden zijn. Dus kijk vooral nog even op de website ook of je daar nog iets leuks tussen ziet staan voor deze aankomende week. Ik ga jullie vandaag meenemen. Ik wil van tevoren even alvast jullie inlichten dat jullie ook vragen kunnen stellen tijdens het webinar. Dus je kan in de vraag- en antwoordoptie voor sommigen de Q&A kun je vragen stellen. We gaan tijdens het webinar proberen de vragen te beantwoorden. En de vragen die niet beantwoord zullen worden, zullen we meenemen achteraf. En die zullen nog toegestuurd worden. Ook na iedere spreker zal er ruimte zijn om vragen te stellen. En dan aan het einde is er ruimte voor een grotere discussie. Dan gaan we nu beginnen. Kijken. Yes. Nou, dan beginnen we even met wie we vandaag aan tafel of achter het scherm eigenlijk hebben. Ik ben zelf Carlijn Bessen. Ik ben jullie moderator van vandaag. Ik ben projectmanager bij de Dutch Green Building Council. En focus meer vooral op CO2-reductie en circulariteit. En we hebben vandaag een aantal fantastische sprekers die ik hier mag aankondigen. Waaronder Nina Aalbers, architect en oprichter van Architectuur Maken. Daarnaast hebben we Dennis Hauer, architect en oprichter van Urban Climate Architects. En Jan-Willem Terstegen van architect en ook oprichter van Popma Terstegen Architecten. Als vijfde hadden we eigenlijk vandaag ook Letitia Nossek aan het woord willen laten, maar die zit nog vast op de Deutsche Bahn. Dus die doet achter de schermen, zal ze misschien hier en daar een vraag beantwoorden, maar die is vandaag er niet bij. En ik zal haar stuk, de inleiding en de introductie daarvoor ook even overnemen. De agenda voor vandaag is nou ja, de introductie en inleiding. Deze zal ongeveer 10 minuutjes duren. Die zal ik dus doen in plaats van Letitia, onze programmamanager. Daarna komt Nina aan het woord van Architectuur Maken, waar zij gaat vertellen, haar verhaal gaat vertellen over van bierviltje tot spreadsheet. Dan krijgen we Dennis van Urban Climate Architects over houtbouw in de praktijk. En Popma Terstegen Architecten met hergebruik en ook de houding van de architect. Dan zullen we sluiten met een dankwoord en een conclusie. En zoals ik net al noemde, is er nog ruimte, op circa een kwartier ruimte voor een bredere discussie. Hierin zullen we ook de vragen meenemen die jullie ondertussen stellen. Deze vragen zullen ook besproken worden door nog iemand die ik nog wil aankondigen achter de schermen. Kimberly, zij zal deze stellen. Dus als jullie haar stem horen, dan weten jullie wie daarachter zit. Kimberly Camus van de Dutch Green Building Council ook. Goed om te vertellen, jullie kunnen een upvote geven aan de vraag. Dus als je denkt, dit is echt een goede vraag, dan geef je even een duimpje omhoog. En dan komt hij hoger bij ons te staan. En dan zal hij ook waarschijnlijk eerder beantwoord worden. Dan als eerste over de Dutch Green Building Council en het Building Life programma, waar dit onderdeel van is. Dutch Green Building Council, een stichting met circa 400 partners. Bestaan al 16 jaar, ooit opgericht door de markt. Als eerste BREEAM ook in Nederland geïntroduceerd. Maar inmiddels hebben we een aantal andere programma's ook die daar omheen hangen, zoals klimaatverandering, circulariteit, klimaatadaptatie en sociale duurzaamheid. En daar ook valt dit traject onder de programma's. En specifiek Building Life. Building Life is een Europees traject wat getrokken wordt binnen de DGBC door de TICHA. En daarmee focussen we ons voornamelijk op CO2-reductie. En dat doen we niet alleen in Nederland, maar met een heleboel landen uit Europa. En daarmee kijken we naar verschillende sturingsmechanismes die we kunnen inzetten, zoals persproef materiaalgebonden emissies en CO2-budgetten. Maar ook naar hoe ga je nou om met materiaal en energie. En sturen we dus niet meer alleen op
energie of materiaal, maar op zogenaamd whole life carbon. En dit doen we door het stellen van ambities en kennisdeling. En uit het programma van Building Life is nu iets ongeveer een half jaar geleden, een klein halfjaartje geleden, is een paper CO2 neutraal in circulair ontwerpen uitgekomen. Je kan ook de QR-code scannen en dan krijg je de paper. Hierin kwamen eigenlijk vier thema's aan bod. Dus zowel het ontwerpen met een CO2-budget, het rekenen aan CO2-emissies, de sharing layers of change, layers of brand, ook wel bekend misschien, en het toepassen van duurzame materialen. En waar we eigenlijk vandaag voornamelijk op in zullen gaan met jullie, zijn het toepassen van duurzame materialen. Dus we gaan echt kijken in de praktijk. We hebben super interessante praktijkvoorbeelden uitgekozen, waarmee we dieper ingaan op een hybride toekomst. En ja, we zeggen dus de toekomst is hybride. Hoe pakken we dit aan? Wat bedoelen wij met een hybride toekomst? Zoals je hiernaast ziet, zie je een, of zoals je hier op je scherm ziet, zie je een grafiek met wat er gesloopt gaat worden in Nederland in de aankomende, nou ja, nu nog 26 jaar. En wat we zien is dat met alleen hergebruik, eigenlijk is om dit even te laten zien, dat met alleen hergebruik gaan we het niet redden. Dit is dus dan materiaal dat vrij gaat komen ten opzichte van de vraag die we gaan krijgen in de aankomende 26 jaar. Gaan we het niet lukken. Daarnaast hebben we andere opties, natuurlijk biobased, een mooi alternatief voor conventionele materialen, maar ook alleen met biobased gaan we het niet redden. En tijdens het ontwerpproces kan al veel invloed uitgeoefend worden op de toepassing van materiaal, maar ook de keuze van het materiaal. En wij zien dat daar een grote rol voor de architect in is weggelegd. En daar willen we ook graag aandacht aan besteden. Dus welke houding kunnen wij hierin aannemen als architect? Maar ook, hoe ga je dan aan de slag? Hoe zit het technisch in elkaar? En ja, hoe pak je dit aan? Dus de toekomst is hybride, hoe pakken we dit aan? Gaan we vandaag bespreken met de panelleden die we net hebben voorgesteld. Dus als eerste wil ik jullie graag voorstellen aan Nina Albers. Albers, die wil ik graag aan tafel vragen. Dit kan even... Een kleine vertraging kan hierin zitten. En dan neemt Nina het eventjes van mij over, de aankomende 15 minuten. Na deze 15 minuten is er dus nog even ruimte ook voor 1 à 2 vragen, 5 minuutjes. En dan gaan we verder met de volgende spreker. Ja, volgens mij ben ik nu helemaal strak aan, toch? Ja. Nou, superleuk dat ik hier een onderdeel van uit mag maken vandaag. Ik ben inderdaad Nina Albers. Carlijn heeft me al mooi geïntroduceerd als een van de oprichters. Even kijken hoor, hoe ik dan naar de volgende slide ga. Ik ben een van de oprichters van Studio Architectuur Maken. Wij zijn een bureau dat staat voor duurzame architectuur. Eigenlijk al sinds de oprichting van ons bureau. En... Een van de eerste vragen die ons gesteld werd in het voorgesprek met de groep sprekers was, ja, hoe begin je nou eigenlijk aan zoiets? Dat is iets wat veel mensen misschien bezighoudt, van hoe ga je nou beginnen aan rekenen aan CO2? En ik denk dat gewoon beginnen met een Excel-sheet bouwen en er een hele studie van maken, dat lastiger is dan dat je het gewoon in je project gaat doen. Dus ik... wilde vertellen hoe wij dat in onze projecten hebben gedaan. En dat begon voor mij in 2016 met de bouw van ons eigen huis in een bestaande straat. En op het moment dat je eigen huis bouwt, dan voel je ineens hoe grote verantwoordelijkheid je draagt als architect. En dit is dat huis uiteindelijk opgeleverd. En dat huis was vooral heel bijzonder, omdat het... is gebouwd met een baksteen van afval. En in die baksteen van afval kun je die stukjes afval dus ook zien zitten. Er zitten keramische stukjes in, dat zijn oude toiletpotten, stukjes dakpan. Die hebben we juist laten zien en op die manier het afval echt ornament gemaakt in de gevel. En dat kwam in de krant. Nou, dat was het begin van ons bureau, wat heel erg tof was, want we werden meteen geframed als een soort circulaire architect. En wij wisten dan wat duurzaamheid was.
En dat was zeker een thema wat we heel interessant vonden, maar waar we ook het gevoel hadden van, ja, maar hè, daar weten we eigenlijk nog niet zoveel van af. Dus we doen het een beetje met ons boerenverstand. Kijk, want hij klik. Ja, oké. Dit is wat we toen op onze website gingen zetten. Wij maken gebouwen waarin duurzaamheid van schoonheid belangrijk is. Dus natuurlijk moeten gebouwen mooi zijn, want dan gaan ze langer mee. Dat is iets wat alle architecten toen al zeiden. Van op die manier ben ik met duurzaamheid bezig. Maar wij zagen eigenlijk ook een hele belangrijke kern in de schoonheid van duurzaamheid. Als we nou duurzaamheid allemaal een beetje mooier gaan vinden en we gaan het wat meer omarmen, we worden er wat trotser op, dan gaat het veel beter werken. En doordat we dat op de website zijn gaan zetten, kwamen de opdrachtgevers naar ons toe die dat ook een heel interessant thema vonden. En natuurlijk ook omdat we een keer zo'n pilotproject hadden gedaan, die duurzaamheid ook heel erg belangrijk vonden. Zoals deze particuliere opdrachtgever, die wilde heel veel hout hergebruiken en daarvoor hebben we deze oude balken hergebruikt. En ze vroegen ons ook echt van, ja, kan je kwantificeren hoeveel materiaal zit er nou in en wat is de impact van die materialen? En daar hebben we toen wel eerst de grove berekeningetjes van gemaakt. Als ik daar nu naar kijk, dan weet ik dat het Dutch Green Building Council in ieder geval niet akkoord vindt. Maar het feit dat je er al een keer een gesprek over voert, maakt dat je met elkaar al veel bewustere keuzes maakt. En dat ook een opdrachtgever er veel meer besef van krijgt dat hij er iets mee kan. Dus mijn eerste tip is, als je ermee aan de slag wil, kies er gewoon duidelijk voor en draag het ook uit. Maak expliciet dat je duurzaamheid belangrijk vindt. En dan komen er misschien ook wel meer opdrachten naar je toe waarin de ruimte ook is om daar iets mee te doen. Nou, dat bleef bij ons in ieder geval steeds meer lukken. Dit is een collage die we hebben gemaakt voor een fietsenstalling. We wilden de oude spanten die daar opgeslagen waren, die wilden we heel graag gaan hergebruiken en ook weer heel zichtbaar maken dat we dat deden. En dat lukte ook, we kregen iedereen van overtuigd. We hebben al die oude materialen die we konden oogsten uit oude gebouwen, maar ook die opgeslagen lagen op die plek in Oosterburg in Amsterdam, in kaart gebracht. Samen met Superuse en daar een gebouw uit ontworpen. Helemaal op DO-niveau, dus we waren eigenlijk heel erg ver. En op het moment dat de directie moest besluiten, kregen we toch een nee. Dus toen ging dat project niet meer door. En hebben we het helemaal moeten herontwerpen naar een versie die we niet meer circulair noemden, maar die we wel helemaal biobased hebben gedetailleerd. En uiteindelijk is die op die manier is die fietsenstalling dan gerealiseerd. En dat was natuurlijk een domper in het proces, maar wat heel tof was, was dat we eigenlijk twee varianten van hetzelfde gebouw hadden gemaakt. En daar hebben we toen ook wel een onderzoekje naar gedaan van wat is nou eigenlijk de impact van de ene variant ten opzichte van de andere variant. En toen nog met de MBG, de schaduwkosten. En we hebben ook nog even de traditionele variant. Dus stel dat je gewoon traditionele materialen zou gebruiken. Wat zou dan de impact zijn? En dat naast elkaar zettende. Zagen we eigenlijk al dat, nou, dat het eigenlijk toch wel heel erg jammer was dat we hergebruik niet hadden gedaan, maar met BioBase toch ook wel een hele goede variant hadden. In de MPG, of in ieder geval volgens de MPG-berekening van dat moment. Dus de volgende tip die ik dan natuurlijk met jullie deel, maar die jullie misschien al wel wisten, want jullie zitten in dit webinar, is dat je jezelf moet aanleren van hoe bewijs je nou wat de impact is van nou ja, de duurzame ingrepen die je doet. Dat is iets wat we daarna verder zijn gaan trekken. Maar ik wilde deze ook even laten zien waarin dat bewijs eigenlijk niet zo speelde. Hier kwam een opdrachtgever naar ons toe en die wilde een loods maken. En dat is een schoolgebouw. En die hadden eigenlijk heel erg weinig budget. En daar hebben we ze uiteindelijk van weten te overtuigen om een oude jachthaven, daar de stijgerplanken van te hergebruiken. Die zijn helemaal schoongemaakt van mosselen en weer opnieuw tegen de gevel aangebracht. En het mooie is, dit is een school voor klimaat, water en groen, een MBO-school, dus heel echt een praktijkgebouw. En uiteindelijk zijn die stijgerplanken nu dus de gevel geworden van dit gebouw. Waar de planten vervolgens tussen groeien.
Maar er zitten eigenlijk nog veel meer lagen van circulair bouwen in. Dus ik denk niet dat ik daar genoeg tijd voor heb. Maar wat uiteindelijk heeft opgeleverd dat het een heel eenvoudig gebouw is geworden. We hadden een laag budget. Wel met hergebruik van materialen en ook zichtbaar demontabel en zichtbaar hergebruik, bijvoorbeeld in die kozijnen. Maar met strakke details. Dus er zit een bepaalde chicheid in, ondanks dat het zo rauw is gebleven. En dat vond ik namelijk ook een hele belangrijke tip om jullie mee te geven. Je kan alles uitrekenen en bewijzen, maar uiteindelijk gaat het er ook om dat je de duurzaamheid een beetje gaat vieren. En dat je er dus trots op bent. En dat je gebouw dat ook gewoon mag laten zien. Nou, dat heeft bij ons geleid tot een manier van werken. En dan wil ik jullie nog door dit project meenemen, dat is Hortus Ludi. Wat de laatste tijd wat meer in de publiciteit is gekomen. Een project wat helemaal draait om gezamenlijk wonen. Waar de woningen helemaal van hout zijn gebouwd, maar waar we ook materialen hebben hergebruikt in het gezamenlijke poortgebouwtje. En hier zie je dat eigenlijk vrij grote woningen maar een hele kleine buitenruimte hebben rondom die gezamenlijke tuin. En we zijn, ondanks dat het helemaal uit vernieuwende materialen is gebouwd, zijn we echt gestart met het analyseren van de bestaande gebouwen in de omgeving, omdat het onderdeel uitmaakt van een oud klooster. En dat heeft geleid tot eigenlijk hele nieuwerwetse details die wel die aansluiting maken. Waar dan toevallig ook nog 127 nestkastjes in verweven zijn. Maar je ziet ook bijvoorbeeld hier de spekwanden van het buurpand die terugkomen in de horizontale lijnen. En hier zie je die twee panden naast elkaar. Dus ook al ben je heel erg met duurzaamheid bezig, denk ik dat het ook heel erg belangrijk is dat je die aansluiting met het bestaande maakt en dat het nog steeds een gebouw is wat reageert op de context. Even kijken. Nou, hier zien we hoe we met het materiaal aan de slag zijn gegaan. Dus eerst inzichtelijk maken welke materialen passen we allemaal toe. Welke lagen zijn er allemaal? Dus ook de layers of brand. Maar ook, hier zie je ook duidelijk dat we eigenlijk de biobased richting hebben gekozen voor de woningen en voor het gezamenlijke poortgebouwtje. Eigenlijk zijn we gaan kijken welke materialen kunnen we allemaal hergebruiken. En dat zijn we gaan uitdrukken in CO2. Dat is eigenlijk de eerste keer dat we dat echt gingen doen. Met allerlei apps die je toen online kon vinden en websites en verschillende bronnen. En dat leverde misschien, als we het nu opnieuw doen, dan komen we op andere getallen uit. Die uiteindelijk niet eens zo heel ver van elkaar liggen. Dus het is eigenlijk wel heel erg interessant dat als je op een hele houtje-touwtje manier begint te rekenen, dat je in ieder geval het gesprek daarover kan voeren. En voor ons was het ook wel echt een vondst dat we dus zo'n hoeveelheid, dus we hebben 76.000 kilo CO2-emissie bespaard ten opzichte van een traditionele variant. Dat we dat ook konden uitdrukken in wat voor impact is dat dan? En dat zijn we gaan omrekenen naar hoeveel bomen moeten we nou planten om dat te compenseren. Nou, dat waren 64 bomen en die moesten we ook nog 40 jaar groeien. En dat heeft uiteindelijk die opdrachtgever ervan overtuigd dat we op deze manier inderdaad moesten gaan bouwen. Maar het is ook iets wat de kopers inmiddels bezighoudt. Dus hier zie je bijvoorbeeld dat eigenlijk de bewoners allemaal hebben het hout in het interieur in het zicht gelaten. En op de bouw waren ze ook al heel erg trots dat ze in dat houten gebouw gingen wonen. Dus op zo'n manier ontwerpen wij aan gebouwen. En niet alleen voor de duurzaamheid, maar voor de duurzaamheid, de plek en de mensen. En maken wij integrale architectuur. Maar wat we ook heel vaak laten zien is deze grafiek van het Dutch Green Building Council van een tijdje terug. We zijn inmiddels al bijna op het punt dat ons CO2-budget voor de bouw op is. Dat hebben jullie allemaal in de whitepaper kunnen lezen waarschijnlijk. En we moeten die koers echt drastisch gaan veranderen. Nou, dit heeft ook heel veel opdrachtgevers van ons doen beseffen, we moeten het anders gaan doen. De Dutch Green Building Council heeft ook deze mooie grafiek gemaakt met streefwaarden.
Wij zijn onze projecten ook allemaal gaan uitrekenen en op die grafiek gaan plaatsen om te kijken waar scoren we nou goed of slecht mee. En onze houtbouwprojecten die doen het gewoon echt zoveel beter. Die zitten allemaal onder die lijn ten opzichte van traditionele projecten. En die grafiek die hangt bij ons als je het kantoor binnenkomt, dan is dat het eerste wat je ziet. Dus eigenlijk elke keer als wij een nieuw project beginnen, dan nemen we onze opdrachtgevers eerst mee naar dat bord. En dan vragen we, waar zullen wij de stip zetten? Wat is je ambitie? En op die manier een project beginnen, dat verandert de zaak. Dus ik merk echt dat dat enorm helpt. En nou, dat waren eigenlijk mijn tips. Dus begin met kiezen. En spreek je uit. Ga daarna bewijzen wat de impact is van de ingrepen die je wil doen. Doet. Maar vier het ook. En uiteindelijk zijn we het dus met die grafiek ook veel meer aan het systematiseren en naast elkaar aan het zitten, zodat je het kan vergelijken. Was dat 10 minuten, Carlijn? Ja, dankjewel, Nina. Ja, je bent netjes binnen je tijd gebleven. Dus we hebben nog genoeg ruimte over voor wat vragen. En ik zal even kijken of er vanuit de Q&A al wat vragen binnenkomen. Kimberly, heb jij al een interessante vraag toevallig zien binnenkomen? Jazeker, ik heb er zelfs twee. De eerste is van Wartsham Asami en die vraagt: hoe heb je de benodigde materialen verzameld om later te hergebruiken in je projecten? Ik overweeg om hergebruikte bouwmaterialen in mijn eigen projecten toe te passen, maar ik vind het erg lastig om geschikte materialen te vinden. Heb je suggesties of tips voor het vinden van dergelijke materialen? Ja, ik denk dat de andere panelleden misschien ook nog wat tips hebben. Dus dit is misschien meer een algemene vraag. Maar wat ik merk is materialen op de plek vinden en dan een tijdje opslaan. Dat is heel erg lastig. Dat hebben we met Hortus Ludi geprobeerd. Daar wilden we dat poortgebouw realiseren van oude materialen die uit de sloop kwamen van het oude schoolgebouw wat er stond. De opdrachtgever was helemaal mee, die was het echt van plan, maar per ongeluk had de gemeente dat al gesloopt voordat we de kans kregen. Nou, in het geval van die fietsenloods wilden we materialen die gewoon echt letterlijk naast de locatie lagen hergebruiken. En dan wordt het uiteindelijk dus afgeschoten door een directie, omdat er toch iets juridisch met garanties en niemand durft de verantwoordelijkheid te nemen. Dus er zitten heel vaak hobbels in die voor jou als architect misschien onzichtbaar zijn. En die zitten vaak in opslag of in dus nou ja, zakelijke afspraken waar je meestal niks mee te maken hebt. Wat voor ons het beste werkt, wat bij Juverta dus werkte, maar ook bij dat huis wat ik liet zien, is dat de aannemer ergens een pand sloopt, daar materialen uit kan halen en die vrij direct meteen kan toepassen in een ander project. Dus dat is tot nu toe voor ons de meest succesvolle manier om echt element op elementniveau materialen terug toe te passen. Dus dan bedoel ik op productniveau. Dus niet recyclen, verwerken tot een ander project of heel lang in de opslag leggen, want daar zien we heel vaak problemen. Ik hoop dat dat een antwoord was op de vraag. Dat denk ik wel, dankjewel. Ik zie aan de tijd dat het tijd is voor onze volgende spreker. Er zijn nog wat meer vragen, maar laten we die straks tijdens het Q&A-gedeelte oppakken. Yes, nou dankjewel Nina voor het inspirerende verhaal. Heel mooi, ik zag ook dat je vertelde over bijvoorbeeld de connectie tussen een eenvoudig detail en ja, hoe je dan eigenlijk zo op die manier hergebruikt materiaal ook ja, tot zijn recht kan laten komen. En ik denk dat we in de nabespreking straks in de discussie daar nog heel mooi ook over door kunnen gaan. Dan zou ik nu graag de volgende spreker willen introduceren. En dat is Dennis Hauer van de Urban Climate Architects. En die gaat ons meenemen in een heel mooi technisch verhaal over houtbouw. Al meerdere, op kleine schaal en op grote schaal, al meerdere projecten heel mooi neergezet. Dus ik wil jou graag de vloer geven, Dennis. Dankjewel. Kijken of die al... of ik al controle heb.
Er zit af en toe een beetje vertraging in, maar. Dat gebeurt wel. Veel succes. Dankjewel. Ik wil het graag wat meer hebben over de rol van houtbouw in de CO2-transitie. Ja, eigenlijk wij als bureau, ik weet niet of jullie deze grafiek kennen, maar het is een hele mooie barcode-streepjescode eigenlijk een stukje temperatuurontwikkeling van eigenlijk vanaf begin 1900 tot aan nu zo'n beetje. Even los om in te gaan over het wel of niet kloppen en of nou de kleuren kloppen en of het niet heel heftig is weergegeven, is inmiddels toch wel duidelijk dat wat wij doen en hoe wij handelen, dat dat invloed heeft op het klimaat en dat CO2 daar toch wel een belangrijke oorzaak van is. En daarbij komt ook nog dat de bouw, nou ja, zoals je ook in vele papers van de DGBC kunt lezen, toch wel verantwoordelijk is voor een behoorlijk deel daarvan. En als bureau komen wij een beetje eigenlijk voort uit best wel veel kleinschalige renovatie- en transformatieopdrachten. En toen wij de stap maakten naar meer nieuwbouwprojecten, waren we daar aan de ene kant heel blij mee dat we als bureau weer grotere projecten mochten doen. Maar aan de andere kant waren we er ook een beetje ongelukkig mee, omdat we zagen, zeg maar, wat we deden en wat de impact daarvan was. Daar waren we eigenlijk niet zo blij mee. Dus hebben we toen als bureau de keuze gemaakt om te zeggen van nou, eigenlijk willen we dus alleen nog maar bouwen en ontwerpen wat een positieve bijdrage kan leveren aan nou eigenlijk het CO2-vraagstuk onder andere. En voor ons was houtbouw daarbij wel een belangrijke oplossing. Nou ja, goed. Mijn naam is dus Dennis Houwer, architect-directeur van Urban Climate Architects in Delft. Daarnaast ook onder andere BREEAM-expert. Ja, vervullen wij een belangrijke rol ook in Build by Nature. Met name natuurlijk ook over om te kijken naar hoe kunnen we nou wat wij doen, hoe kunnen we wat we met houtbouw leren, wat we met houtbouw doen, hoe kunnen we dat verder opschalen. Nou, ons kantoor opgericht in 2009, dus we timmeren al een tijdje aan de weg. Kantoor in Delft, kantoor in Groningen. En waar wij vooral eigenlijk werken aan projecten in de stad. Nou, ik zei het net al even, veel transformatie- en renovatieprojecten, veel optopprojecten gedaan in het verleden. Maar daarnaast is ook gewoon ja, de biobased nieuwbouw een belangrijke rol. En met onze ontwerpen willen we graag een positieve impact maken. Nou, ontwerpen in hout, biobased als basis. Hè. We zijn dus gekeken ook van ja, als je nou CO2 wil besparen, nou, in het kader van grote stappen snel thuis, waar kun je nou de meeste impact maken? En als je nou de hoofddraagconstructie van je gebouw aanpakt, dan een beetje afhankelijk van het project, dan kun je toch al zo 50 tot 65% van het materiaalgebruik in je project kun je daarmee beïnvloeden. En dat is best wel een behoorlijke stap. Dus leek dat voor ons ook een goede manier om te beginnen. Maar wat betekent dat nou voor het proces? Wat we eigenlijk zien ook is dat je dus door in houtbouw te ontwerpen, je introduceert nieuwe expertise in het ontwerp en bouwproces en ook nieuwe partijen. Natuurlijk de producenten die nou, we werken veel met cross-laminated timber. Dus de producenten die het hout produceren en vaak ook heel veel kennis en expertise in huis hebben om ermee te kunnen ontwerpen, die gaan een belangrijke rol innemen in dat ontwerpproces. En zullen dus eigenlijk ook al idealiter vanaf een vroeg moment aan tafel zitten. Ook nemen ze een belangrijke rol in, ook in het opleiden van constructeurs bijvoorbeeld. En in het aangeven van attesten en dergelijke. Daarnaast is ook gewoon de houtconstructeur een veel belangrijke rol op zich neemt. En ook de rol van de aannemer. Want wat is nou de rol van de aannemer? Dat kan op verschillende manieren. Je kan een soort meer hybride variant gaan waar je kijkt, een soort combinatie tussen de CLT-aannemer en de hoofdaannemer. Dus je kan een redelijk traditioneel proces, wat je hier ziet in stap 4, is dat de hoofdaannemer eigenlijk alles onder zich neemt en coördineert. Maar wat je in Nederland op dit moment ziet, is dat nou, veel aannemers ook nog aan het zoeken zijn en aan het kijken van hoe gaan we dat implementeren. En ook gewoon simpelweg nog niet de ervaring hebben om daar gewoon een goede slag in te kunnen maken. En dan merk je toch dat meer de modellen waarin we zien dat een CLT-bouwer die rol voor een deel over zich neemt of samenwerkt of een soort gedeelde coördinatie, dat in ieder geval voor ons wel op een goede manier werkt om ook gewoon de houtconstructies goed uitgevoerd te krijgen. Want als je dat goed doet, dan zie je dus dat je dus op het moment dat je een hout bouwt, dat je ook gewoon beduidend korter kunt bouwen.
Je kunt je voorstellen, nou, dit is een voorbeeld van een project waarin dat 18 weken sneller gebouwd is. De 18 weken sneller bouwen is wel gewoon eerder opleveren uiteraard, dus eerder huurstroom, maar ook gewoon kortere bouwplaatstijd. Makkelijker bouwen, vaak ook gewoon minder transportbewegingen, omdat je simpeler bouwt en meer prefab bouwt. Wat ook belangrijk is om te kijken van systeemkeuze. Welk systeem kies je nou wanneer? Ons huidige bouwsysteem is natuurlijk heel erg ingericht op, nou ja, veel de 7, je moet even in, wat, kijken vooral naar de stapel woningbouw, hè, veel de 7,20 meter, 8,10 meter stramine. Wat natuurlijk ideaal is als je in beton werkt. Alleen in hout is dat net niet lekker. Dat is net eigenlijk de grote overspanning om op een efficiënte manier met hout te kunnen werken. En één ding is wat we wel geleerd hebben, als je een goed economisch houten gebouw wilt ontwerpen, zul je dus ook op een economische manier met het materiaal om te gaan. Aan de ene kant, qua kosten, wil je kosten kunnen concurreren, zul je dat moeten doen. Maar aan de andere kant ook gewoon qua materiaalgebruik. Ook al bouw je in een biobased materiaal, hoe minder materiaal je toepast, is uiteraard altijd nog steeds beter. Ook voor je CO2-productie en voor je andere duurzaamheidsambities. En daarin onderscheiden we tegenwoordig eigenlijk een aantal typen. Dus je hebt gewoon wat meer de kleinschalige projecten die je in meer houtskleppelachtige constructies kunt doen. Noem het meer de 2D-element oplossingen waarin we werken met CLT-wanden en vloeren. Gebruiken we ongeveer tot zo'n 5, 6 lagen. En op het moment dat je hoger gaat, dan ga je al wat sneller naar de kolombalkenstructuren. En op dit moment zien we eigenlijk dat een beetje zo rond die 10 verdiepingen. Kan wel hoger worden, maar daar ligt op dit moment dan een beetje het omslagpunt. Waar toch in de praktijk vaak gekozen wordt voor een hybride constructie. Bijvoorbeeld dan door toch een betonnen of een stalen kern toe te passen. Neemt niet weg dat het wel kan. Hè? Het hoogste houten gebouw ter wereld op dit moment is 74 meter hoog, volledig in hout. Wij bouwen op dit moment zelf in Delft ook een gebouw wat hoger is dan die 10 lagen volledig in hout. Dus het kan wel. Alleen, ja, wij denken dat die ontwikkeling gaat hard, maar dat die ontwikkeling nog wel stappen nodig heeft. En uiteindelijk is het ook gewoon de vraag van, als je je materiaal zo efficiënt mogelijk wilt gebruiken, kies dan voor de beste eigenschappen van de beste materialen. En soms is dat hout, maar soms kan het ook zijn dat de combinatie met toch een beetje beton, of toch een beetje staal, wel tot een veel efficiëntere en milieutechnisch ook gunstige oplossing leidt. Dus wanneer kies je welk systeem? He, dus op het moment dat je zegt, alles netjes boven elkaar, allemaal dezelfde woningen, nou, dan zou ik zeggen, inderdaad, maak gewoon kies gewoon een basis en bouw daar volledig in hout. Maar als je bijvoorbeeld een commerciële plint hebt of een parkeergarage waar je op gaat bouwen, nou, dan kan het vaak beter zijn om te zeggen, van, we bouwen eigenlijk die begaande grond in beton en bouwen vervolgens door op hout. Nou, ik liet net de hybride variant al even zien, waar je werkt met een betonnen lichtkern bijvoorbeeld. En wat ook een optie is, en wat je ook nog wel eens ziet, dat er juist bovenin massa toegevoegd wordt om het gebouw stabiel te maken. Dus zo zijn er eigenlijk vele verschillende manieren waarop je zeg maar hout kunt integreren in je bouwmethodiek. Een andere eigenschap van hout is ook dat het een samengestelde constructie is. Dat betekent dat je zowel qua geluid als qua brand, ben je ook altijd afhankelijk van andere materialen om op te lossen. Hout werkt natuurlijk vaak qua brand met inbranddieptes, maar voor geluidscomfort en toch ook tegenwoordig steeds meer ook qua beschermen van je materiaal, zie je toch dat er zwevende dekvloeren en geluidsisolerende voorzetwanden toegepast worden, waardoor je ook rekening mee moet houden ja, dat zo'n samengestelde constructie ook qua advisering, qua testen en in de uitvoering wel ja, wat zorgvuldigheid en ook wat specifieke kennis vraagt. Gelukkig wel steeds meer bekend aan het worden is bij veel adviesbureaus in Nederland, maar toch nog wel een beetje versnipperd is op dit moment. Dan heb ik nog even een stukje over duurzaamheid. Zit natuurlijk ook vanuit een stukje BREEAM-achtergrond. Hoe duurzaam is hout nou? Nou, ik zal er niet te diep op ingaan, maar feit betekent nog wel dat hout nog steeds het meest duurzame materiaal is, omdat het CO2 opslaat in plaats van dat het CO2 gebruikt en ook de kleinste CO2-footprint heeft. Maar er zijn ook allerlei andere voordelen. Nou, als je bijvoorbeeld meer prefab dan hout, heb je ook gewoon minder transportbewegingen, waardoor dat ook gewoon die aspecten heel veel scheelt. Daarnaast ook bij BREEAM bijvoorbeeld. In BREEAM zijn er ook een aantal onderdelen waarin hout ook scoort. Dus niet alleen met materiaalgebruik wat je zou verwachten, maar ook bijvoorbeeld bij afvalstromen. In een stukje management, qua kennisoverdracht, een stukje gezondheid. Hè, het is natuurlijk dampopen materiaal, waardoor je dus ook ziet dat het gezondheidseffect van hout groter is.
op zo'n manier zijn er toch ook in BREEAM een aantal categorieën waarin je ziet dat houtbouw gunstig kan scoren. Nou, ons eerste houtbouwproject was in 2019. We bouwden in Delft 12 appartementjes. Veel van geleerd, ook over de technische uitwerking, dat je vooral veel uitwerking ook naar voren moet halen. Dus je moet over heel veel details moet je al nadenken. Omdat je feitelijk ook met een zichtmateriaal werkt, wat ook eigenlijk zo uit de fabriek komt. Dus alle frezingen, sparingen, boringen, aansluitingen, moet je eigenlijk van tevoren al over nagedacht hebben. Omdat er in de uitvoering weinig ruimte is om nog te corrigeren. Kan natuurlijk wel, maar je wil het natuurlijk liever niet, omdat het ook gewoon veel werk in de praktijk bespaart. Dat hout niet per se duur hoeft te zijn, hebben we ook met het Leger des Heils laten zien in Rotterdam, waar we vorig jaar het eerste houten zorggebouw in Nederland hebben opgeleverd. 50 woonzorgunits, waar we een heel krap budget hadden en echt vanuit het optimale ontwerp vanuit het hout gewerkt hebben om zo efficiënt mogelijk houtstructuur te werken. Dus gewerkt met standaard plaatmaterialen, openingen die net groot genoeg zijn om geen ravelingen te hoeven maken. De vloeren in de richting overspannen, zodat we ook de galerijen meteen konden maken. Deuren die we kozijnloos hebben uit kunnen voeren, wat niet alleen mooi is, maar ook gewoon veel deurkozijnen bespaarde. Nou, op zo'n manier hebben we eigenlijk alles geoptimaliseerd om hier zo goed mogelijk ook met het hout te kunnen werken en dus ook kosteneffectief daar gewoon een goed en een mooi gebouw neer te kunnen zetten. Nou, inmiddels een jaar in gebruik met heel veel enthousiasme door de bewoners ook ontvangen. Op dit moment een uitvoering Knoest in Pijnakker, waar nog een aantal andere technische uitdagingen mee hebben genomen. Hier ook gekozen voor een systeem helemaal in 2D, 3D wanden. Gekozen inderdaad voor één overspanningsrichting. En wat hier vooral interessant is, ook het trucje om in de gevel te zeggen, kiezen voor een eenduidige gevel, dat bespaart kosten. Maar wat we hier vooral gedaan hebben, is ook de balkons daarin meegenomen. Die lagen hier in twee richtingen. Die waren nog even een stukje groter dan wat we tot nu toe gedaan hebben. Dus hebben wij uiteindelijk ook een systeem gekozen waarin de balkons altijd in het verlengde van een wand liggen, zodat we die dus ook als ligger konden gebruiken. En daarmee dus ook weer een dure balkonconstructie konden uitsparen. Nou, over 2 weken wordt begonnen met het hout. Dus iedereen die in Pijnakker is over een paar weken, zou ik willen zeggen, ga even kijken. Want het is superleuk om te zien hoe snel het gaat en hoe houtbouwers werken en hoe het geplaatst wordt. Ook in uitvoering op dit moment de Urban Woods in Delft. Daar duurt het nog 1 week of 8 voordat het eerste hout komt. Maar dit wordt eigenlijk het hoogste volledig houten woongebouw van Nederland. Dus 11 lagen volledig in hout. Klommenbalkenstructuur. Hier zie je eigenlijk het houtkasko. Klommenbalkenstructuur waar we de stabiliteit uit de gevel halen. En dus ook werken met volledig vrij indeelbare vloeren. En een houten trappenhuis en trapkern. En dit project is eigenlijk nog verder geïndustrialiseerd ten opzichte van onze vorige projecten. Dus we hebben de structuur van de overdraagconstructie die in klommenbalkenvloeren is neergezet. Daarnaast prefab sanitaire units die ingebouwd zijn. Prefab balkons ook, waar dus ook iedereen zijn eigen boom krijgt bij zijn woning. Die eraan gehangen worden. Gevel ook, geprefabriceerde elementen. En op zo'n manier wordt dit gebouw echt letterlijk als een soort bouwpakket in elkaar gezet om ook bouwtijd te verkorten en zoveel mogelijk kwaliteit ook uit de fabrieken te kunnen halen. Nou, ik zal hier eens gekozen voor een klombalkenstructuur, wat gewoon als voordeel heeft dat we eigenlijk volledig vrij indeelbare verdiepingen hebben, waardoor de woningen niet alleen beter scoren qua demontabiliteit, maar ook nog eens een keer makkelijker aanpasbaar en uitbreidbaar zijn. Maar tot slot dan toch nog even eindigen met hoe gaan we dan om met hout, hè? Dus hout is nog steeds een product wat eigenlijk ook in alle NPG's en alle scores en dergelijke aan het einde van zijn leven nog steeds gezien wordt als biomassa. Dus dat betekent we gebruiken het aan het einde van de levensduur, verbranden het. En eigenlijk is dat jammer, omdat je ook met biobased materialen zou moeten kunnen kijken van zijn we nou niet alleen maar afhankelijk van nieuw hout, hè? Want uiteindelijk is ook gewoon is ook heel simpel. We kunnen ook niet alles wat we willen bouwen in hout bouwen. Carlijn zei het al, de toekomst is hybride. Dus kunnen we hout meer circulair maken door ook te kijken hoe we de houtkringloop konden sluiten. Dus vorig jaar hebben we een soort eerste pilotproef gedaan waar we een folie hebben gemaakt van hergebruikt hout. Dus we hebben van oud pellethout met TNO en boerboom hebben we nieuw CLT gemaakt. Daar is toen dit eerste objectje uit voortgekomen, wat ook in Blue City heeft gestaan en wat een beetje rondgereisd heeft.
En uiteindelijk zijn we nu aan het kijken van kunnen we dat ook meer opschalen. Ze hebben onder andere gekeken ook naar andere houtsoorten. Dus met staatsbosbeheer had een partij ieperhout als gevolg van de ieperziekte hebben we kunnen krijgen. Waardoor we dus de toplagen van het CLT van ieperhout hebben gemaakt en het midden van het CLT wel met pellethout. Waarmee inmiddels dus de eerste platen zijn geproduceerd en getest. Die we dus ook gaan gebruiken in de Urban Boots die nu in uitvoering is. Weliswaar nog op kleine schaal. Maar het idee is wel om te kijken van kunnen we dit meer opschalen om het zo meteen ook gewoon op grotere schaal in projecten te kunnen gebruiken. Interessante bijkomstigheid bleek dat door ieperhout toe te passen, dat het hout ook nog eens een keer 30% sterker bleek. Dus dat we waarschijnlijk grotere overspanningen mee kunnen maken. Maar dat is, nou, dat was meer in eerste instantie was dat bijvangst. Dus ook hier hopen we dus te kijken van kunnen we nou dit soort ook meer circulair hout nog verder opschalen om ook gewoon nog meer houtbouwprojecten te kunnen realiseren. Nou, tot slot, houtbouw tot nu toe, wat wij de afgelopen jaren gedaan hebben, is vooral kijken van kunnen we nou een bestaand bouwsystematiek omzetten in hout en wat betekent dat dan? Maar het biedt natuurlijk voor ons als architecten ook veel kansen. Harvard onder andere heeft een paar hele leuke case studies al gedaan van hoe hout er nou voor zorgt dat je eigenlijk op andere manieren ook kunt gaan ontwerpen. Dus je kunt op andere manieren gaan uitkragen, je kunt gaan denken aan andere gevelvormen, aan andere structuren binnen. Dus wat ons betreft is er nog veel ook te onderzoeken en veel uit te halen om te zorgen dat hout ook tot een nieuwe esthetiek kan leiden. Daar wil ik graag mee afsluiten. Dankjewel. Dankjewel, Dennis. Super, mooi verhaal. Hebben we weer gehoord over hout. Kimberly, als eerste mijn vraag aan jou. Zijn er nog interessante vragen vanuit het publiek gekomen? Zeker. Sven Kramer wil weten hoe vergelijkt de levensduur van een houten gebouw versus een gebouw van steen of beton? Nou, feitelijk hetzelfde. Je praat natuurlijk over de hoofddraagconstructie. En voor een hoofddraagconstructie in hout gelden eigenlijk gewoon dezelfde regels, constructief gezien, alsof dat je hem in beton of in staal ontwerpt en uitvoert. Dus feitelijk heeft een houten constructie dezelfde levensduur als een betonnen of een stalen constructie. Helemaal goed. Dan had Christel Hermans nog een vraag bij hergebruik. Hoe doe je dat met het aanvragen van een vergunning als het nog niet exact weet welke materialen beschikbaar gaan zijn? Altijd uit een te slopen eigendom van dezelfde opdrachtgever? Ik denk dat dit ook nog een beetje slaat op het verhaal van Nina net. Dus misschien dat Nina anders deze vraag kan beantwoorden, mocht Dennis hier niet direct antwoord op hebben. Of misschien interessant voor de De discussie. discussie straks. Ja. Ja, dat kan ook zeker. Ja, ik denk dat het goed is als we deze dan meenemen naar de discussie straks. En deze laatste minuutjes nog gebruiken voor een vraag voor Dennis. Was er nog een vraag die aan Dennis gesteld werd? Ik heb nog een algemene vraag voor het panel later. Niet eentje specifiek voor Dennis nu. Dus laten we die ook meenemen zo voor de discussie straks. Yes, dan gaan we die ook meenemen. En Dennis, dan heb ik misschien nog wel een vraag voor jou. Want je vertelde net dat er nog best wel veel te onderzoeken is, ook in de houtbouw. En dat het eigenlijk nog, ja, aan de ene kant staat nog, we hebben natuurlijk al heel veel kennis van vroeger, maar het staat ook nog best sinds de kinderschoenen in hoe we er nu mee omgaan. Is er een onderdeel dat jij graag zou willen onderzoeken? Of ja, waar jij nu aan denkt, waar je aankomende tijd meer tijd aan wil gaan besteden? Nou ja, wij zijn natuurlijk op dit moment betrokken ook bij een onderzoek vanuit Built by Nature, waarin vooral gekeken wordt naar de aspecten brand en akoestiek. Je ziet natuurlijk gewoon dat zeker in relatie tot wat er in het bouwbesluit opgeschreven staat, dat je merkt dat houten gebouwen anders presteren op bepaalde vlakken. En dat vraagt gewoon om een meer duidelijke regelgeving die er op dit moment niet is, waardoor je ziet dat alle gemeentes en aan alle behandelaars ook een beetje aan het pionieren zijn. En dat soms tot heel veel discussie en ook heel vaak in uitvoering tot problemen kan leiden. Dus daar is zeker die akoestische kant, met name dan brandopzichten, loopt op dit moment is er een commissie die zich bezighoudt met brand, dus dat loopt. Maar akoestiek is denk ik echt wel een belangrijke. Wat betekent nou akoestiek in een houten gebouw?
Mede ook omdat je natuurlijk het eigenlijk op een andere manier ervaart dan in een massief gebouw. Dus dat is denk ik meer technisch wat ik persoonlijk wel heel belangrijk vind om ook gewoon om houtbouw verder te krijgen in de markt. Maar ik denk vooral die nieuwe kansen in architectuur en wat dat kan betekenen. Dat is iets waar wij als bureau zelf ook wel graag nog de komende tijd meer onderzoek in willen steken. Omdat je gewoon ziet, waar je vroeger op een hele lastige manier een bepaalde vorm kon maken, is dat een hout juist gewoon heel makkelijk. Omdat die machine, die freesmachine, die maakt het niet uit wat die maakt. Die freest het wel en het wordt toch als een bouwpakket aangeleverd. Dus het is allemaal heel makkelijk, relatief makkelijk in elkaar te zetten. Dus afwijkende vormen en andere dakvormen, et cetera, is in hout niet duurder dan dat het traditioneel wel duurder zou zijn wellicht. Dus ik denk dat daar echt nog wel kansen en uitdagingen liggen voor de houtbouwmarkt om ook daarop in te spelen en daar ook een stukje onderscheidend vermogen in te gaan creëren. Ja, super. Nou, dat klinkt goed. Dus we gaan veel mooie nieuwe architectuur van jullie zien. En ook de Build by Nature publicatie in de gaten houden. Dennis, dan wil ik jou voor nu bedanken. En dan gaan wij voor nu door naar de volgende spreker, naar Jan-Willem Terstegen. En dan zien we jou straks nog even terug, Dennis. Dank je wel. Kijken. Yes. Jan-Willem, welkom. Dankjewel dat je bent. Ja. Gaat ons een mooi verhaal vertellen over hergebruik. Jullie hebben natuurlijk al een aantal projecten opgeleverd die al behoorlijk wat publiciteit hebben gekregen. We zijn benieuwd naar je verhaal. Oké, dankjewel. Carlijn, ik heb volgens mij nu de afstandsbediening, dus dat ga ik even proberen. Werkt dat? Werkt nog niet helemaal. Er zit nog een beetje vertraging op. Ja, kijk. Dit is een pleidooi wat we de afgelopen 2 jaar, denk ik, gevoerd hebben. Reuse to reduce. Maar eigenlijk, dit webinar heet hybride. De toekomst is hybride. En dat is eigenlijk wat daar. Dat pleidooi zit recht achter dat de toekomst is absoluut hybride wat ons betreft. En met name ook als je denkt als een milieukundige. Hè? Dus net al zijn de grafieken voorbij gekomen over hoe we eigenlijk moeten gaan reduceren in het gebruik van materialen. Ik heb nu op een slide verder gedrukt, maar hoe we moeten gaan reduceren in het gebruik van materialen in de bouw. En milieukundigen denken daarover in stappen. Dus eigenlijk probeer eerst bij wijze van spreken, denk erover om niet te bouwen. Dat is natuurlijk voor architecten eigenlijk een hele moeilijke uitspraak. Maar dat is natuurlijk wel de actie die het meeste zoden aan de dijk zet. Vervolgens probeer je te gebruiken, maximaal te gebruiken wat je hebt, her te gebruiken. Biobase is al langsgekomen. En vervolgens tenslotte nog de best presterende reguliere producten te benutten. Hij reageert heel langzaam op de presentatie. Sorry, Jan-Willem, zou jij nog een keertje mij over kunnen nemen? Want. Is dat u gelukt, denk je? Even kijken. Yes, het zou nu moeten zijn gelukt. Excuses. Ja, ik zie hem nog niet reageren, maar. Anders ga Ja, ik. kijk. Ja, jij mag hem ook van mij bedienen hoor, als het is niet. Yes, anders dan doe ik het voor je. Of misschien als je je pijltjes gebruikt, lukt het dan? Ja, dat doe ik.
Nou, dan anders dan klik ik hem voor je door. Oké. Dan moeten we even twee terug, denk ik. Maar nee, nu weer vooruit. Excuses. Nog weer verder. Yes, oké. Nee, dit verhaal is natuurlijk net verteld. Dat is jullie ook, denk ik, bekend. Hè? Het reduceren en het na 2050 CO2-neutraal worden. Volgende stap. Volgende pagina. Dit gebouw hebben wij, wat jullie hier zien, een bovenaanzicht, is een gebouw wat wij als Potmaatstegen architecten een paar jaar geleden hebben opgeleverd, Biopartner 5. En dit gebouw is eigenlijk een onderlegger geweest om samen met zo'n milieukundige, Montijn van Leeuwen, is heel goed na te denken over de voetafdruk van zo'n gebouw. We hebben heel grootschalig in dit gebouw hergebruikt. Het is een technisch gebouw voor een incubatorstichting in Leiden op het Bioscience Park. En eigenlijk Montijn van Leeuwen heeft samen met de DGBC een protocol opgesteld voor het zogenaamde embodied carbon. En eigenlijk een budgetmethode voorgesteld. En zijn vraag was van naar al onze acties die wij hadden gedaan met qua hergebruik, of wij dan zouden passen binnen zijn budget. Een volgende slide. En tot zijn geluk, tevredenheid, voldeden we daaraan. Hij had een budget gesteld van 250 kilo en wij kwamen op 212 kilo uit. Maar we zeiden al, we benoemden al, de wereld is hybride of de toekomst is hybride. En je ziet hiernaast een staartje met naast die foto een staartje met waar we dan die reducties hebben gehaald. En dan zie je eigenlijk dat op alle lagen van het gebouw hebben we een klein beetje reductie gehaald. En zo zijn we uiteindelijk tot die lagere voetafdruk gekomen. Dus we hebben een staalskelet hergebruikt. Nou, dat heeft de grootste reductie gerealiseerd. Maar er zit ook in een high-tech geveloplossing zit veel reductie in hergebruik van bestrating zit veel reductie, maar ook bijvoorbeeld, hè, waar Dennis net al aan refereerde, aan de HSB-binnenbladen waarmee we dat gebouw hebben, de gevels hebben opgebouwd, zit veel reductie. En dus eigenlijk is het een hele collectie van maatregelen die tot dit resultaat hebben geleid. Volgende slide. Nou, hier kun je doorheen. Dat is een boek wat we hebben geschreven over dit project. En wij zijn zelf de laatste jaren wel een pleidooi gaan maken voor hergebruik, omdat hout leek wel, hout is deel van de oplossing, maar hergebruik is eigenlijk nog een stap daarboven in die milieukundige ladder. En daar is eigenlijk nog heel weinig aandacht voor in de bouwpraktijk in Nederland. En wij vroegen ons eigenlijk gewoon voordat we ermee begonnen af van waarom is dat eigenlijk zo? Want, we gaan op vakantie naar Italië en dan zwerven we door steden die we prachtig vinden, waar hergebruik een hele belangrijke rol heeft gespeeld. In andere tijden gebouwd, uiteraard. Maar waarom doen we dat nu niet meer? Volgende slide. Dit is nog een keer dat Biopartner 5 gebouwd, dat heb ik net uitgelegd. Dus we zijn ons eigenlijk echt gaan afvragen van waarom hergebruiken wij als architecten niet meer? En we hebben eigenlijk ook wel echt ons gerealiseerd dat dat hergebruik van materialen, dat koop je natuurlijk niet van de plank. Je moet er zelfs misschien als architect wel een stap extra voor zetten. Dus je zou misschien zelf op zoek moeten gaan naar die materialen. Dat noemen wij dan gathering in een boek, wat ik net even liet zien. Volgende slide. Echt op zoek naar donorgebouwen, gebouwen die op de sloopnominatie staan. Je daar jezelf uitnodigen en dan eens gaan kijken wat je daar eigenlijk uit kan hergebruiken. En hier staan we met z'n allen om de stapels stalen spanten die we net gewonnen hebben uit het laboratoriumgebouw van de gemeente Leiden, van de Universiteit Leiden, waarmee we dat Biopartner 5 gebouw hebben gemaakt. Volgende slide.
Het is een beetje dat op zoek naar die materialen is een beetje denken als een collagekunstenaar. Dus je gaat gewoon op pad in de stad. Het is een city act, zou je kunnen zeggen, zegt kunstcriticus Hughes. Je gaat op pad, je ziet wat je tegenkomt, je verzamelt het en je gaat daar gebouwen mee maken in ons geval. Het kan een omgestormde, een door storm gevelde boom zijn of een materiaal uit een kringloopwinkel. Volgende slide. En het is ergens heel pragmatisch, want waarom weggooien wat je eventueel nog kan gebruiken? Ik vind eigenlijk van toiletten vaak een mooi voorbeeld. Die liggen in elke bak die je in de stad ziet, terwijl je eigenlijk helemaal niet kan zien wat er nou aan mis is. Ja, behalve dat iemand anders er misschien op heeft gezeten. Maar het heeft ook een symbolische betekenis. Hè. Van oudsher al, rechts zie je een mooi plaatje van een Ottomaans mausoleum, waar eigenlijk elementen uit naburige steden, rijken, ingemetseld zijn om te laten zien dat ze nu van de Ottomanen zijn. Dus het is een verovering, letterlijk. Spolia wordt dat genoemd in de terminologieën. Maar dat vertelt dus ook een verhaal, zo'n hergebruikt materiaal. Volgende slide. En deze manier van eigenlijk bewegen door de stad, die leidt, is onze ervaring en de laatste tijd project na project telkens weer tot een vondst. En in dit geval van dat Biopartner 5 gebouw was dat een vondst heel nabij. Eigenlijk een gebouw van de Universiteit Leiden wat al werd gesloopt toen wij daar onszelf konden uitnodigen. Volgende slide. En dat troffen we op deze zo aan, in deze toestand. En toen keken we hiernaar en toen dachten we, ah, zonde, het is al helemaal helemaal leeggehaald. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken naar die staalconstructie, van zouden we hier nou iets mee kunnen? Nou, hebben we met onze constructeur, zijn we daar dieper in gedoken en meewerkende Universiteit Leiden getroffen. En zo zijn we dat langzamerhand eraan gaan werken om dat echt voor elkaar te krijgen. Volgende slide. Hier zie je hoe we langzamerhand die staalconstructie vrij hebben gebracht. Volgende. En hier zie je nog een deel van het profiel waar je als architect wel tegen aanloopt. En dat is een gevolg van dat hybride denken, zou je kunnen zeggen. Het wordt een beetje een allegaartje, een verzameling van materialen die je het liefst natuurlijk zo goed mogelijk wil cureren. Maar je maakt ook, zo'n staalconstructie is een vondst en een kans. Die wil je heel graag omarmen om het ook echt te gaan doen. En je vormgeving die moet daar natuurlijk naartoe komen. Volgende slide. Kom daar zo nog even op terug en nog weer de volgende. Dit is eigenlijk ook een vorm van dat hybride denken. Links gaat het heel erg over een geautomatiseerde fabriek in Japan, waar houten huizen worden gebouwd. En rechts is de praktijk van het hergebruik nu nog, anno 2022 was deze foto, met de hand selecteren van gebruikte klinkers. Die twee werelden, dat is volgens mij ook hybride, die twee werelden die moeten we in de toekomst van het bouwen bij elkaar zien te krijgen. Dat is economisch ook nog wel een uitdaging. Volgende slide. In ieder geval is het natuurlijk duidelijk dat we weg van die monoliet moeten. Volgende. En dus terug naar de verbinding. Dat hoort natuurlijk ook bij de circulariteit, of bij die circulaire ambitie, dat we eigenlijk in de toekomst gebouwen weer, dat alle onderdelen losmaakbaar zijn, dat we ze kunnen verplaatsen. Eigenlijk à la Kominka-huizen in Japan. Zoals dit is een stichting die huizen verplaatst van A naar B, nog steeds. Dat zou eigenlijk inspiratie voor ons moeten zijn, ook in deze tijd. Volgende slide. Dit is een knoop van Shigeru Ban die met kartongebouwen maakt. Maar dan zie je ook in dat hij een klein stukje hout maakt en wat staal. En dat is ook weer zo'n hybride knoop. Dus het combineren van materialen ook weer. Volgende. Dit zijn knopen die dan in dat Biopartner 5 gebouw zo bij elkaar zijn gekomen. Dus dan zie je eigenlijk oude spanten, nieuwe betonnen vloerdelen, die konden we niet hergebruikt
vinden. En elke knoop is een beetje anders. En het gaat, en uiteindelijk is het helemaal demontabel ontworpen, maar het gaat natuurlijk dat je het in de toekomst ook weer kan hergebruiken. En er ontstaat een soort nieuwe esthetiek die vragen oproept, denk ik. Maar die consequentie is van zo werken. Volgende. Nou, kunnen we hier volgende. Ja, hier wil ik eigenlijk ook naartoe. Hier zie je dan eigenlijk in Biopartner 5 alle materialen bij elkaar gekomen. En hoe maak je er dan toch weer een aantrekkelijke ruimte van? En wij denken dat je daar kan denken in. Hè, kleuren kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Patronen. Volgende slides, die gaan daar ook een beetje over. Dus, dit is het vloerpatroon wat we daar hebben gemaakt. Daar zie je eigenlijk een heleboel verschillende vormen. Die worden daarmee omkleed. Maar die maken er, die realiseren eigenlijk een samenhang in dat toch ook wel gefragmenteerde gebouw. Volgende slide. Ja, dit is nog weer een andere vorm hoe je dat kan doen. Hè? Patronen door tapijten te schilderen. En ja, dit is een foto van, van de trap, ook in Biopartner, waar je eigenlijk heel, denk ik, op een goede manier ziet hoe je nieuw, gebruikt, high-tech bij elkaar probeert te krijgen. Bijvoorbeeld dus ook zo'n kleur te kiezen of bijvoorbeeld door zo'n patroon te ontwerpen. Verweven, zou je kunnen zeggen. Volgende. En dan hierna kun je nog weer door. Ja, deze praktijk, of eigenlijk deze manier van werken, hebben we net ook dit jaar een gebouw opgeleverd voor de Rijksoverheid, waar de opgave was om helemaal met een gebruikt, eigenlijk alles her te gebruiken van locatie, maar wel een soort upgrade in het gebouw te maken. En alles wat je hier ziet is ook met hergebruikte materialen gemaakt. Dus een plafond wat uit een donorgebouw komt. Tapijttegels die gebruikt zijn, waar die weer in een bepaalde manier gesneden hebben, waardoor er weer patronen zijn gerealiseerd. Kleurkeuze speelt een belangrijke rol. Volgende. Ja, en je kunt er een vraag over stellen of dit dan een wenselijke esthetiek is, maar dit is ook opnieuw een soort consequentie van er zo aan werken. Ja, live, een themaatje wat we dan in dat boek ook hebben beschreven, maar het gaat ook in de volgende stap. Is ook over de, hè, dus in de toekomst zouden gebouwen wel adaptiever moeten zijn dan dat ze nu vaak zijn, omdat ze natuurlijk zo ontzettend veel CO2 opslaan, die gebouwen. Je zou graag willen dat je dat gebouwen kunnen groeien en kunnen meebewegen met het gebruik. Dit is een gebouw uit de jaren 50, een noodgebouw op de MIT-campus, die jarenlang eigenlijk door wetenschappers een beetje mishandeld is om telkens uitgebreid, precies passend gemaakt naar hun onderzoek. Niet dat ik per se een pleidooi doe voor deze manier van werken, maar iets meer van deze eigenschappen zouden wel in gebouwen moeten komen, denken wij. Volgende. Dus je zou gebouwen als een dorp kunnen ontwerpen, wat vroeger veel meer praktijk was. Berlage heeft daar ook mooie dingen over gezegd. Eigenlijk kleinere volumes bij elkaar organiseren rondom een centrale ruimte, zodat er niet één per se, niet één per se architectuurtaal is, maar meerdere, zodat je in de toekomst wat eraan kan voegen, of in kan breiden, weg kan halen, kan vervangen. Nou ja, dat is iets wat je eigenlijk op een hoger schaalniveau, je zou dat misschien hybride stedenbouw kunnen noemen, waar je over na zou moeten denken in dezezelfde agenda. Volgende. En dan de opgave van biodiversiteit. Daar hebben we ook met specialisten opgetrokken de laatste jaren. En die zeggen eigenlijk, als je een binnentuin ontwerpt en je zegt dat die ter bevordering van de biodiversiteit is, dan betekent dat je er als mens dus vooral even niet in moet gaan zitten. Dus je biodiversiteit vraagt ruimte en gebouwen moeten die ruimte verschaffen. En dat is ruimte voor dieren en planten en niet voor mensen.
Volgende. Nou ja, dit is een ambitie die je zou kunnen nastreven. Wat ons heel mooi toekomstbeeld lijkt, dat er een soort verstrengeling ontstaat van natuur en gebouw. Volgende. Ja, dit is eigenlijk de laatste slide in deze presentatie. Wij denken dat dat hergebruik, hè, behalve dat het een CO2-reductie realiseert, introduceer je ook met bepaalde materialen mythes in je gebouw. Hè. Die kolommen die waren ooit deel van een wetenschapsgebouw op de campus in Leiden. Studenten hebben daarnaast gezeten, zijn daar opgeleid en hebben nu hun eigen bedrijf in Biopartner 5 en zitten opnieuw op een andere plek naast diezelfde kolom en die verhalen. Dus het is hergebruik kan ook helpen om plaatsen te laden en betekenis te geven. En dat is een grote meerwaarde, dus maakt gewoon meer betekenisvolle architectuur mogelijk. Dat is mijn verhaal volgens mij. Ja, dit is ook nog een prachtig project in China, waar ze eigenlijk door stormschade ontstaan en ook door sloop van een binnenstad hebben ze al die materialen verzameld en daar hebben ze het geschiedenismuseum mee gemaakt. En dat is misschien wel de mooiste collectie van het hele museum. Dus eigenlijk alle materialen die uit die verloren gegaane stad bij elkaar zijn gebracht. Super, dankjewel Jan Willem. Een mooi verhaal over het materiaal, maar ook het verhaal dat materiaal met zich meebrengt. En wat ik ook wel erg merkte aan je verhaal was dat het niet alleen om de architectuur gaat en ontwerpen, maar ook dat de ambacht eigenlijk wel weer echt een plek krijgt. Zowel van het materiaal dat hiervoor heeft geleefd en het nieuwe ontwerp, om het zo maar te zeggen. Ja. Kimberly, aan jou de vraag. Zijn er nog vragen vanuit het publiek? Er zijn zeker vragen. Niet helemaal specifiek voor Jan Willem, maar Christel, de vraag die we eerder hadden gesteld, die wil ze eigenlijk ook aan Jan Willem stellen. Namelijk bij hergebruik, hoe doe je dat met het aanvragen van een vergunning als je nog niet exact weet welke materialen beschikbaar gaan zijn? En hoe zorg je dat iets nog beschikbaar is tegen de tijd dat je kunt gaan bouwen? Ja, dat zou je onder dat kopje van dat gathering. Dus het is ook veel organiseren. Het is ook veel praten en overtuigen van mensen. Dus ik merk wel steeds dat steeds meer welstand best wel openstaan om het gesprek hierover te voeren. Als je het ze goed uitlegt van ja, ik weet nog niet precies. Wel aan welke materialen ik hier ga gebruiken. Maar ik denk aan zoiets. Daar willen ze steeds vaker wel in meegaan. Dus het komt wel een beetje naar je toe. Maar het is soms een lastig gesprek met een paar vergunningen. Maar wij laten het vaak een beetje, ook regelmatig wel een beetje open. Dankjewel, En Willem. wat was die tweede vraag? De opslag, hè? Ja, hoe zorg je dat iets nog beschikbaar is tegen de tijd dat je kunt gaan bouwen? Dat was de tweede deel van de vraag. Ja, dat is echt een organisatietaak. En dat is moeilijk. En je kunt op zoek gaan naar locaties in de buurt waar je tijdelijk kan opslaan, waar je afspraken over maakt. Vaak is de beste plek om het op te slaan is in een donorgebouw. Hè? Want dan zit het er nog, dan heeft het een plek. Maar dan is het natuurlijk heel moeilijk om de timing bij elkaar te krijgen. Ja, het is een kwestie van organiseren. Het lukt telkens wel. Merken wij, maar het is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Je moet er wel iets voor doen. Ja. Dankjewel, Jan Willem. En misschien, Nina, kun jij hier ook nog iets aan toevoegen? Dat we vanuit twee kanten de blik hierop hebben. Ja, ik mag mijn camera niet meer aanzetten van de host, maar ik wil er best wel op reageren. Het is inderdaad gewoon anders. Je ontwerpt met een materiaal wat je nog niet weet. Dus je weet niet precies of dat ene plankje wat je hebt bedacht, of dat dan inderdaad is hoe het eruit gaat zien. Dus je moet een plan indienen met, nou, ik denk dat het ongeveer zo gaat worden. En
Wat ik ook wel merk is dat inderdaad een welstand er tegenwoordig gewoon al. Er zitten ook architecten die vaak ook met duurzaamheid bezig zijn, dat die daar best wel voor openstaan. Maar je moet wel een beetje anders ontwerpen. Dat je een gebouw ontwerpt dat het kan hebben als het net even anders uitpakt. Ik zat wel te denken, eigenlijk moeten we veel meer gaan letten op wat architecten die heel veel in transformatie werken. Hoe die eigenlijk werken, want werken met een materiaal nog niet weten is hetzelfde als dat je werkt met een bestaand gebouw waarvan je ook nog niet helemaal zeker weet wat er gebeurt als je het plafond er aftrekt. Dus eigenlijk eenzelfde soort flexibiliteit moet je nu in nieuwbouw gaan hanteren. En ik denk dat dat eigenlijk een hele leuke uitdaging is en ook heel goed uit te leggen is. Maar je moet het wel benoemen, denk ik, want anders dan wordt het lastig in het proces. Ja, en dat hybride denken komt ook weer, denk ik, heel erg langs in het dat je hele project moet natuurlijk niet onzeker zijn. Dus je moet heel duidelijk aanwijzen waar er gewoon een paar onderdelen zijn die misschien wel, waar je het misschien nog wel over kan hebben. Of waar zo'n commissie het zelfs ook wel echt leuk vindt om het daar nog met jou over te hebben. Dat de kleuren net ietsje anders worden of dat je wel een paar varianten schetst. Maar het is gewoon een gesprek en eigenlijk een dialoog meer opzoeken met qua vergunning. En ik denk dat dat eigenlijk heel interessant is. Dat maakt het op een bepaalde manier interessanter. Maar ja. En ik kreeg net nog even door dat Dennis hier ook nog wel op wilde reageren. Dus Dennis, neem maar ook eventjes je moment. Ja, weet je, het ding hierbij is een beetje dat uiteindelijk, wat je natuurlijk met houtbouw ook zag, het heeft gewoon te maken ook met schaal en opschalen. En het probleem is een beetje dat heel veel van dit soort projecten die iedereen doet, die zitten nog heel erg in het zijn projecten. Hè? Je hebt een project, je gaat kijken voor het project welke materialen je daarbij wil zoeken. Nou, op verschillende manieren gaat het er even niet om. Maar feit is gewoon dat heel veel materialen die voorhanden zijn en beschikbaar zijn, komen eigenlijk uit gebouwen die niet ontworpen zijn om te demonteren. Dus die zijn, ja, dus eigenlijk is dat een soort ballast uit het verleden, waar we langzaam in een transitie zitten om dat te veranderen. Maar ik denk ook die beschikbaarheid van die materialen vraagt wel ook om een stukje opschalen van die markt. Ja, wat natuurlijk partijen als New Horizon of Belen nu doen. Hè. We hebben natuurlijk al bijna geen slopers meer in Nederland. Dus ze noemen zichzelf tegenwoordig natuurlijk allemaal oogsters. Dus daar zie je eigenlijk al dat er al een soort verschuiving gaande is. Van dat mensen zich echt wel bewust zijn dat we beter om moeten gaan met de materialen die we uit gebouwen halen. En dat ook die markt zich langzaam aan het professionaliseren is. Er zijn natuurlijk al hele goede initiatieven. Hè. Denk als een buurman of. Er zijn al best wel wat materialenbouwhandels die zich helemaal specialiseren alleen maar in circulaire materialen. En dat soort hubs, zeg maar, dat soort circulaire materialen hubs, zullen we ook veel meer nodig gaan hebben zometeen om juist ook vraag en aanbod op elkaar af te kunnen stellen. Ja, en dan is natuurlijk wel de grootste uitdaging is nog om de meeste CO2, dus bijvoorbeeld in de structuur zit natuurlijk de meeste CO2. Dus, en die sla je niet even tijdelijk op. Dus, maar goed, dat is ook zo'n grote actie dat je daar ook voor een groot gebouw kun je daar natuurlijk echt je inspanning voor leveren om dat gewoon custom-made eruit te halen en custom-made toe te passen. Het is misschien nog wel interessant om te benoemen dat door die manier van werken met dat Biopartner 5, daar is er nu dus ook een soort norm ontstaan voor werken met hergebruikte staalconstructies. Dus eigenlijk met elk project ontstaat er ook weer meer kennis. En die kennis die landt natuurlijk ook steeds meer. Dus er ontstaat, ja, hoe meer van dit soort gesprekken gevoerd worden, hoe meer ervaring er gewoon ook weer langzamerhand is met dit soort onderwerpen. Ja, dat is helemaal waar. En we kregen ook net nog van Arjan Veldhuis, die er ook een opmerking over maakte, dat misschien ook een rol weggelegd inderdaad ligt voor de tussenpartijen van marktplaatsen om op te slaan. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, ik denk dat dat heel erg afhankelijk is van de maat van de bouwelementen. Dus voor deuren, binnenwanden, hout, dat is er nu al, hè? En dat zou je ook op een bepaalde manier kunnen zeggen. Dat gaat natuurlijk op een gegeven moment ligt dat bij de gamma. Want ja, je hebt gewoon winkels en dat zijn de elementen die je bij de gamma koopt. Alleen een kolom, een vloer, die haal je niet bij de gamma. Nou ja.
kanaalplaten, als ze demontabel zijn, kun je prima, natuurlijk hebben gewoon een waarde, kun je prima door een leverancier weer terug laten nemen. Ja, er ontstaat zo'n soort mix met hoe het hanteerbaar is. Het zal ook gewoon veel meer in de reguliere handel terug moeten gaan komen waarschijnlijk. Ja, ik denk dat daarvoor is wel een voorwaarde dat het ook financieel wat aantrekkelijker wordt. Waar ik mezelf altijd een beetje zorgen over maak, is dat nieuwe materialen zo belachelijk goedkoop zijn. Ja. En die hergebruikte materialen, ja, daar zit gewoon arbeid in. En eigenlijk is de impact, die is gewoon niet, zeg maar, de impact van materialen hergebruiken, die is niet financieel verrekend of zo. Dus volgens mij klopt het niet helemaal welke materialen nu hoeveel kosten. Dus het zou heel goed zijn, denk ik, als dat financieel aantrekkelijk wordt om dat inderdaad maar gewoon in de gamma neer te leggen. Maar op dit moment werkt natuurlijk de markt nog net niet zo. Dus er zou een kleine stimulans vanuit een overheid zou wel helpen. Of een financiële prikkel ergens. Zeker. Ja, ik denk dat we daar allemaal mee eens zijn dat als we naar een circulaire economie uiteindelijk toe willen, dat er vanuit die hoek ook wat moet gaan veranderen. Ik ga even snel door mijn laatste slides heen en dan kunnen we verder met de Q&A. Wat mij betreft kun je de camera aanhouden, dan kunnen we straks meteen verder. Want eigenlijk wilde ik zeker voor alle kijkers ook nog even een conclusie trekken van de toekomst is hybride. Hoe pakken we dit aan? Nou, wat we net hebben gehoord is een hybride toekomst is dus eentje die niet alleen bestaat uit het hergebruiken van materiaal of houtbouw, maar ook kijken naar überhaupt de nieuwe omgang. Hoe ga je om met materiaal en eventueel ook de ambacht die daarbij komt kijken. En welk verhaal neem je mee als je nu hergebruikte materialen ontwerpt in je gebouw, maar ook kan het hout bijvoorbeeld juist een extra waarde toevoegen, ook even qua esthetiek en qua zicht. Nou, we hebben van Nina een mooi verhaal gehoord over hoe zij vanuit intrinsieke motivatie en bierfiltersberekeningen eigenlijk naar een daadwerkelijke impact gingen en nu vanuit architectuur maken heel mooi het al zichzelf heeft gepositioneerd. Jullie hebben jezelf als bureau gepositioneerd als een bureau dat veel eigenlijk al bezig is met een hybride aanpak. We kwamen projecten voorbij, zowel met die al een combinatie, grote combinatie die te zien van houtbouw en hergebruikt materiaal. Dus hele mooie voorbeelden die we daar voorbij hebben zien komen. Daarnaast Dennis van hoe ontwerp en ook hoe detailleer je met hout. En hoe verandert ook die blik op het ontwerpen? Waar moet je rekening mee houden? En hoe, ja, ook vooral denk ik dat een les die we daaruit kunnen leren is van wat komt er allemaal nog naar ons toe en welke mogelijkheden zijn er juist met het ontwerpen? En nou ja, natuurlijk Jan-Willem, dank je wel voor je slotstuk over de houding ook en het hele poëtische verhaal dat je er ook aan kan koppelen en dat het niet alleen maar hergebruik is, dat iets vies is of iets wat je eigenlijk liever niet zou willen gebruiken, dat je liever nieuw wil, maar misschien wil je wel liever hergebruikt, omdat het iets met zich meebrengt. Dus dank jullie wel allemaal, dat ten eerste. En dan als vervolg wilde ik nog graag aan iedereen meegeven dat wij volgende week de presentatie en de webinar ook na zullen sturen. En dat er een volgend webinar over van de serie CO2 neutraal ontwerpen en circulair ontwerpen plaats zal vinden op 12 december. Ook van 3 tot 4:30. En hiervoor zullen we weer andere sprekers aan het woord laten. We zullen hier ook dieper ingaan op meer de data, volwassenheid en ook hoe je echt aan het rekenen gaat ermee. En dan hebben we nu nog de Q&A of vraag en antwoord. Vena. Dan wil Kimberly nog vragen of zij nog interessante vragen heeft vanuit het publiek die voor dit moment, voor de discussie waren bewaard. Zeker. Ik heb twee vragen die gaan eigenlijk allebei een beetje over de rol van de opdrachtgever. Danny die vraagt...
Hij begint met jullie een compliment te geven voor de vele mooie projecten die voorbij zijn gekomen. Welke maatregelen uit die projecten zijn schaalbaar en kunnen gebruikt worden voor het laaghangend fruit? Want hij zegt, niet elk opdrachtgever is even ambitieus of kan daar momenteel alle stappen in zetten. En hij zou graag willen weten, wat zijn er wat schaalbare maatregelen? Even kijken, aan wie kunnen we deze stellen? Is er iemand die hier antwoord op wil geven of zal ik hem. Nina, ik zag dat je al van kleinschalig ook naar vrij grootschalig bent gegaan met jullie hergebruikte projecten. Misschien heb jij hier een antwoord op? Ja, zeker. Want ik denk dat projecten die ik nu heb laten zien, zijn inderdaad vrij specifiek en echt voorbeeldprojecten. Dus meer, ik denk dat het allemaal maatwerkprojecten zijn. En hoe schaal je dat nou op? Ik vind zelf, dus wat ik vooral probeerde te vertellen is ook hoe je een ontwerphouding kan hebben. En ik denk dat die, hoe grote schaal je project ook is, dat je duurzaamheid, plek en mensen met elkaar moet verbinden in projecten. Dat je duurzaamheid een esthetisch onderdeel van een project maakt. Ik denk dat dat op alle schaalniveaus van projecten toe te passen is. Die ontwerphouding in ieder geval. En als wij nu ontwerpen voor wat grotere projecten en meer met sociale woningbouw bijvoorbeeld, en nu een project met 90 woningen, dan merk ik dat we heel vaak samenwerken met meer een conceptbouwer die met een bepaald systeem werkt en dat we eigenlijk vanuit dat systeem moeten ontwerpen. Dus dan begin je eigenlijk heel erg vanuit een element. En hoe kunnen we dat kopiëren en hoe kunnen we dan toch ook diezelfde materiaal impact hebben en de laag van natuurinclusie, klimaatadaptatie erover aanbrengen. Dus ik weet niet of een project van een grotere schaal, die verdient zeg maar wat mij betreft dezelfde ontwerphouding als een klein project. Of echt een maatwerkproject. Ja, Ja, dankjewel. ik vind ook wel dat het, dus dat laaghangende fruit, ik vind ook heel vaak van doe maar gewoon dingen. Hè? Dus met hergebruikte toiletten, ik bedoel, misschien maakt het qua CO2 niet heel veel uit, maar waarom zou je niet gewoon eens je best doen om dat voor elkaar te krijgen? Het is misschien niet iets waar je heel trots op bent, maar waarom zou je, ik denk dat je als architect gewoon altijd aan tafel kan zitten en een aantal van dit soort ideeën gewoon kan inbrengen. En je zult ook wel merken dat, tenminste, ik denk dat jullie dat ook hebben, Dennis en Nina, dat eigenlijk opdrachtgevers die daarmee ontstaat ook een soort verbondenheid met het project. Mensen die worden daar enthousiast over, ze gaan op een gegeven moment zelf met ideeën terugkomen. Daarmee maak je ook het project. Dus een project heeft heel vaak gewoon een soort thema nodig, een soort metathema. En als dat zo'n soort iets wordt, hergebruik, hout, iets waar mensen trots over zijn, gaan ze daar ook echt voor staan. En daar een beetje, ja, dus dat kleine maatregelen maken ook al uit. Dus begin daar gewoon mee. Ja, er Doe zijn dat. gewoon bepaalde dingen die je natuurlijk gewoon altijd kunt doen. Hè? Die gewoon Ja. of geen meer kosten, maar die je eigenlijk gewoon, of waar je eigenlijk moet zeggen van die doen we gewoon altijd standaard in onze projecten. Hè? Dus dat, Ja. en dat is dan ook een beetje hetgeen waar je jezelf dan mee verkoopt, denk ik. Hè? Wij hebben natuurlijk heel bewust voor onze nieuwbouwprojecten de keuze gemaakt, wij ontwerpen alleen maar een hout. Dus ja, dus dat betekent ook dat je dan moet zorgen dat je die schaal die je wilt maken, dat je dat ook kunt doen in hout. Hè? En juist ook door. Ja, iets van project zien van de Zegen des Heils. Nou, ik kan je vertellen, dat was echt geen vetpot hoor, dat budget. Dus dat, maar uiteindelijk is het wel gelukt door het project zo vanuit die gedachte te optimaliseren en te ontwerpen. Is dat project uiteindelijk zelfs nog goedkoper gerealiseerd dan dat het traditioneel gebouwd zou worden. En ook daar hebben we natuurlijk keuzes moeten maken. Hè? Ook daar hadden we natuurlijk, daar was er natuurlijk nog wel een verlanglijstje met dingen die we liever ook nog hadden gedaan. Maar ja, uiteindelijk, ja, je zult gewoon op een gegeven moment ook keuzes moeten maken. Dan kun je beter voor één belangrijk ding kiezen en dat als thema nemen en daar echt helemaal voor gaan. Dan dat je 10 dingen half probeert te doen en uiteindelijk dat ze alle 10 sneuvelen. Dus ik denk dat het ook gewoon een kwestie is van goed de focus leggen op wat je wilt bereiken met een project en daar dan ook echt voor gaan.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je je zo positioneert, dat je natuurlijk ook ja, meer klanten krijgt Ja. die daarmee graag mee willen werken. Die weten waar ze mee werken en wat jullie positie is hier tegenover. Mooi. En dat is eigenlijk ook gelijk de vraag, dat sluit aan bij wat Mieke Bloemendal nog vroeg. Hoe gaat het in de praktijk met het afstemmen van de wensen van de opdrachtgevers en de beschikbare materialen waarmee je deze wensen wil vervullen? Merken jullie bijvoorbeeld dat opdrachtgevers wellicht hun wensen of eisen moeten bijstellen om de hergebruikte materialen toe te kunnen passen? Ja, ik denk. Of tenminste, Carlijn, ik weet niet, ik kan daar iets over zeggen, denk ik. Maar het is ik denk dat je daar ook moet proberen om een beetje strategisch over na te denken. Hè. Er zijn zones in een gebouw, die zijn heel hoogwaardig in het geval van zo'n laboratorium. Daar kun je heel moeilijk hergebruikte materialen of biobased materialen toepassen, want die hebben hele strenge eisen. Maar in een entree, daar zijn niet zo heel veel eisen vanuit het bouwbesluit aan. Dus dat is bijvoorbeeld een hele logische plek om, om hergebruikt, om ook te beginnen bij allerlei oplossingen die niet regulier zijn. Dus zo kun je eigenlijk een gebouw verdelen in zones. En dat is ook hoe wij daar meestal over nadenken. Dus je moet een klein beetje strategisch zijn, maar vervolgens om zeg maar te voorspellen waar de discussie ligt en waar geen discussie is eigenlijk. Ja, zo hebben wij onze strategie, inderdaad, dat is ook onze strategie. Ik merk ook, dat zie je ook terug in de projecten die we net hebben laten zien. Dus in Hortus Ludicum, het poortgebouw waar we allemaal hergebruikte materialen in hebben toegepast. Dat is inderdaad zo'n algemene entree. En de fietsenstalling was een fietsenstalling bij een woongebouw. En het woongebouw, dat moest traditioneel voor de corporatie. Maar de fietsenstalling, die mochten we helemaal circulair doen. Nou, uiteindelijk is daar natuurlijk ook nog van alles overheen gegaan, maar... Ja. Ja, dat is wel. Je moet ook inderdaad bedenken van ik wil een eerste stap zetten. Dan moet het ook een haalbare stap zijn. Ja, mooi. Ik denk inderdaad dat jullie daar een heel goed punt hebben. Je moet beginnen met de ruimte die je krijgt van de klanten en die ruimte nemen. En zo bouw je het een beetje uit. Heel Ja, en goed. ik kan als je materialen omschrijft of laat omschrijven en als er specificaties aangegeven worden, dan kun je die ook op een meer prestatiegerichte manier vastleggen dan wat je echt heel concreet omschrijft van dat materiaal met die eigenschappen. Dus ik denk ook dat daar zeg maar wel ja, in programma van eisen vaak ruimte van is, zeker in het technisch programma van eisen, dat ook opdrachtgevers dat er ruimte ook moet zijn om iets ook anders te mogen benoemen, op een andere manier ook te laten omschrijven. En Kimberly, waren er nog andere vragen? Of want we hebben nog 1 minuut, zie ik. Zeker. Er waren geen vragen meer, alleen nog één opmerking van Boukje van Rijn over de prijsdiscussie. Zij geeft terecht aan CO2-intensieve bouwmaterialen zullen steeds duurder worden door het ETS en de Europese grensheffingen. Ze hoopt dat dit gaat bijdragen aan om dit verder in te perken. Ja, dankjewel ook Ja, Boukje. precies. Ja, ik denk dat we daar inderdaad allemaal naar uitkijken naar het moment dat er van top-down ook meer wet en regelgeving komt, waardoor de nieuwe materialen duurder worden en CO2-heffing inderdaad komt. En meer ruimte voor hergebruikt en biobased materiaal. Het is 4:30, dus ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken, voor het luisteren naar deze mooie verhalen. Ook Jan-Willem, Nina en Dennis, hartstikke bedankt. En Kimberly, vanuit achter de schermen. En hopelijk zien we jullie bij het volgende webinar.